risicomanagement, hoe werkt dat, wat zijn de ins en outs, wordt hier behandeld. Maar tevens dus de gedragskant van het verhaal. Want uiteindelijk denken we dat risicomanagement vooral iets menselijks is en niet een papieren exercitie zou moeten zijn. Waar het vandaag over gaat, het is vandaag de vijfde dag van de training. Vandaag gaat het echt om concrete handvatten en over hoe je risicomanagement nu implementeert in je organisatie. En tevens hebben we daarbij een aantal mensen die het in de praktijk al gedaan hebben, die gewoon hun voorbeeld hier komen presenteren en delen met de cursisten. Ik wilde de opleiding volgen omdat ik al een aantal jaar met risicomanagement bezig ben. En ik vooral op zoek was naar het stukje cultuurverandering, gedragsverandering. En dus een van de weinige cursussen waar dit aan de orde kwam. Plus het feit dat het 5 dagen waren en dat ik dacht van nou dan wil ik gewoon heel goed kijken van goh, wat kan ik daaruit gebruiken voor mijn praktijk. Omdat ik veel bezig ben met risicomanagement en merk dat ik de harde kant van risicomanagement wel goed beheers. De instrumenten ook wel begrijp en kan toepassen. Maar het toch gaat om de cultuurverandering van mensen. Dus die zachte kant die boeit mij. Cursisten moeten vooral geïnspireerd zijn over wat ze met risicomanagement kunnen binnen een organisatie. En vanuit dat enthousiasme moeten ze binnen hun eigen organisatie ook mee aan de slag kunnen gaan. En daarmee moeten ze tevens gewoon een aantal concrete handvatten hebben gekregen, zodat ze dat ook voor hunzelf makkelijk wordt om het op te pakken. Dus hoe score je nou een risico? Hoe inventariseer je dat nou? En hoe doe je dat nou niet? Wat is wel een risico? Wat is geen risico? Hoe ga je nou met beheersingsmaatregelen om? Hoe zorg je ervoor dat je niet de hele organisatie overbelast met allemaal een hele hoop bureaucratie? Maar hoe zorg je dat het vooral een gestroomlijnd geheel wordt waar de organisatie ook daadwerkelijk verder mee kan? En zodat jij daar vervolgens ook als risicomanager met de organisatie slaging kan maken. Het hele instrumentele dat heeft vaak de overhand. Maar dat we toch proberen om het op een hele ludieke manier in presentaties. Je krijgt heel veel handvaten daarin om toch weer mensen enthousiast te krijgen. Ik zou zeker het onderdeel, de zachte kanten van deze cursus, die hebben mij enorm geholpen in het toepassen van die harde kanten. Dus dat vind ik enorm boeiend en dat zou ik zeker aanbevelen. Als je merkt dat binnen je organisatie er wel het nodige risicomanagement gedaan wordt, maar het stokt een beetje, het komt niet verder, dan leer je hier hoe je het gewoon een setje kan geven, zodat het wat meer gaat leven binnen je organisatie en het uiteindelijk naar een hoger niveau gaat.